Ik wil nog wel even. Linda vertelde net hoe het was in Duitsland op een gegeven moment, toen ze na 2 maanden succes had, daar 3 maanden, dat mensen het herkenden. Bij jou is eigenlijk een vergelijkbaar verhaal. Want jij loopt in Liverpool, je gaat even. Ja. Je wilt boodschappen doen. Dat lukt niet. Nee. Dat is onmogelijk. Dirk Kuyt even terug in Liverpool, de stad waar hij 6 jaar gewoond heeft, gespeeld heeft bij Liverpool. Ik vond het met Willem samen, je vriend. Ja, klopt, ja. We zouden even 10 minuten een t-shirtje ophalen. Dat heeft 2 uur geduurd. Ja. Nou ja, het is ongelooflijk hoeveel respect en waardering ik daar nog steeds krijg. Ik heb 6 jaar bij Liverpool gespeeld. Ik ben daar inmiddels alweer 6 jaar weg. En ik had mijn jongste zoon beloofd om even een bal voor hem te kopen. En een sjaal. Ja. En dat was gelukt ook. Alleen ja, je ziet gewoon hoe de fans daarop reageren. Je bent daar gewoon een legende, zoals ze dat noemen. En je wordt nooit vergeten. En elke keer als ik daar ben, ik ben denk ik 2 keer in al die tijd terug geweest, omdat je altijd druk bent met het voetballen. Maar als ik er ben, dan word ik op die manier behandeld. Mensen willen op de foto. Mensen bedanken je voor wat je betekend hebt voor hun club. Ja, en die waardering, dat is zo mooi. En dat zorgt ervoor dat je heel vaak daar hoopt terug te keren. Nou ja, precies. Ik zat ernaar te kijken. En je was zo warm eigenlijk over die terugkeer daar in Liverpool. Je zegt, ik heb hier eigenlijk bijna langer gewoond nog hier. Op 1 plek dan in Nederland. Ja, nou ja, als gezin hebben we onszelf daar gevormd. En we hebben daar nog steeds ons huis. En op de een of andere manier heb ik nog altijd het gevoel van, misschien komen we daar ooit wel eens een keer terug. En, zou je het willen ook, daadwerkelijk? Ja, we hebben het langst gewoond als gezin. Daar zijn we ook, hebben ons gevormd als gezin. 3 van onze 4 kinderen zijn daar geboren. Naar school gegaan en dat soort dingen. En we hebben nog steeds heel veel vrienden daar. Dus ik denk dat je dat ook wel merkt, zeg maar, op het moment dat ik daar ben. Dat het eigenlijk heel veel met me doet om daar weer een keer terug te zijn. Ondanks het feit dat ik, nadat ik weg was bij Liverpool, dat ik er niet zoveel meer ben geweest.